zijn natuurlijk bij dit project, het zijn totaal 170 woningen. We zijn eerst met 44 wisselwoningen begonnen. Dat heb je ook in de filmpjes al even kunnen zien. Maar de bewoners die gaan dus eigenlijk gewoon met hun koffietje de woning uit. En die vertrekken dan naar de wisselwoning. De eerste dag begonnen we om 7 uur. En was het s'avonds ook 7 uur. Maar tegenwoordig, met een goede logistiek, met een goede just-in-time delivering, kunnen we regelen dat we om 7 uur 's morgens starten. En s middags om 2 uur, 2:15, staat de kapper op. En het fraaie ervan is dat we, ondanks dat we een reizende combinatie zijn, een Nijhuis bouw en MBS en verlosser, dat we eigenlijk door heel Nederland dit project hebben geregeld. Want het is Assen, Emmen, Hengelo-Gelderland, MBS Vianen en dat brengt elkaar tot dit project. We hebben in Kampen 2 robots staan ondertussen die door ons zelf ontwikkeld zijn, die volledig geprefabriceerd vloerverwarming maken. Nergens in de wereld, hè, begreep ik van jou. Nee, wij zijn inderdaad, we hebben 7 wereldwijde patenten op ons product en op onze machine. Een gemiddelde woning bestaat ook 108 jaar, hebben wij begrepen, van een woningbouwcorporatie. Dus het is een mooi stevig product voor lange termijn. Ja. Ja, bij ons is het zo dat het casco, wat je net zelf even aanhaalde, wij maken dus een compleet casco. Dus één model, één tekenaar die dus wanden, vloer, alles compleet doet. Dat komt allemaal uit onze eigen fabriek. Ja, dan is het inderdaad die maandag. Dat ging nog. Hè? Laten we zo zeggen, dan wordt alleen de begane grondvloer gelegd. Maar vervolgens de dinsdag daarop, dan gaat het eerste huis de lucht in.